Hallo allemaal en welkom bij Slijmt Dit Zondag. En dit keer niet een Slijmt Dit Zondag, maar een Slijmt Dit Nog Zondag. Ja, ik heb hier wat oude slijm van mij erbij gehaald. En wij gaan gewoon kijken of dit nog slijmt. Of het nog steeds werkt en of het nog wat is. Voor sommigen heb ik mijn twijfels over wat het ook alweer was. Deze witte bijvoorbeeld, weet ik niet meer wat die is. Het kan, het is geen luierslijm of sneeuwslijm. Mijn wolkenslijm die ligt ergens. Nou, het ruikt naar niks. En misschien is het wel mijn luierslijm. Ik weet het niet meer welke deze is. Er zit in ieder geval een haar in. Maar hij werkt nog. Ja, het is een beetje lastig. Ik ga het even zo op mijn handen houden. Dan kan je hem zien. Dus deze doet het nog. Hij is ook goed rekbaar. Weten jullie misschien nog waar die van is? Zo raar dat ik het vergeten ben. Hij is wel echt stevig trouwens. Dus het is wel een hele goeie. Zie je dat? Heel mooi. Deze is heel goed. Dit is wel het luierslijm. Kijk maar. Ik weet niet of je het kan zien, maar er zit nog een beetje... Dit was het luierslijm. Of in ieder geval één van de luierslijmen. Hier hebben we nog zoiets wat daar mee... Ja, dit is ook luierslijm. Deze... Ja, hij is namelijk wat luchtiger. Deze doet het wat minder. Zie je, maar je kan hier nog al die... die kristalletjes van het luiergedeelte inzien. Hij knijpt wel goed. Hij is wel heel klein geworden. Maar die andere, deze, was echt goed. Die was echt mooi. Dit was mijn grocery gang slijm. Lijkt een beetje op kikkerdril slijm. Je ziet dat hij scheurt ook nu. Zo. Werkt nog goed. Hij heeft nu een beetje de structuur gekregen van dat slijm dat je in de winkel kan kopen. Wat niet in een olievat zit, maar met Cars en met Star Wars erop en zo zien het bij de Action altijd liggen. Dus dat is, hij is wat plasticiger, lijkt hij wel. Maar hij is niet uitgedroogd. Er zit geen water hierin. Dus dit is ook een succes na al die weken. Dat is cool. Ja, hij is echt mooi doorzichtig. Hij is echt een... Dit is eigenlijk heel goed transparant slijm. Zie je dat? Het is heel mooi transparant slijm geworden. Ja, er zit geel in. Maar... Op deze manier, nou, je kan gewoon echt goed zien. Zie je dat? Daar kan je er gewoon goed doorheen kijken. Het is dat ik hem geel en groen had gekleurd. Even kijken, nou, ik heb hier een Tek is te gek plaatje. Kijk, je kijkt er dwars doorheen. Dus dit is heel mooi transparant slijm geworden. En zelfs na het kneden, want meestal wordt het na het kneden heel erg troebel. Maar nu, ja, je ziet het. Als ik hem weer uitrek... wordt hij gewoon weer mooi doorzichtig. Oké. Mijn grocery gang slijm is een succes. Dan gaan wij naar het bubblegum slijm. Ah, die had ik gemaakt. Oep. Zo. Hij voelt niet vies aan. Hij ruikt niet raar. Hij is super stevig. Geworden. Dus het is niet echt slijm, maar echt een puttyachtig. Het zit eigenlijk een beetje zoals uitgekoud kauwgom. Alleen niet zo hard. Hij is een, ja. Kan je dit zien zo wat ik nu aan het doen ben? Ja, zie je, ik kan hem wel scheuren, maar hij is ook weer makkelijk tot een bal te maken. Of tot een bal, tot een geheel. Dus hij blijft niet los, hij plakt goed. Ik weet niet wat er is. Er is wat viezigheid ingekomen, zie ik. Ja, maakt niet uit.
Zie je? Als ik hem heel hard trek, scheurt hij dan meteen. Hier begint hij daar pas te scheuren. Nou, hij is mooi. Hij is niet super fantastisch. Dat ik denk van nou, zo. Zo, dat moest even uit. Niet geweldig, maar wel oké. Heel goed. Ook cool. Deze is van vorige week, dus die doen we als laatste. Dit is mijn gouden face gezichtsmasker, peel-off masker slijm. Een heel klein beetje, maar ja, het was ook maar een heel klein beetje maskerspul wat we kregen. De kleur, zoals je kan zien, is wel echt goud. Alleen, wat is er van geworden? Nou, je kan hem een beetje samenpersen, maar ja, hij lijkt me wat uitgedroogd. Dus ik denk dat we hier, als we hier weer iets van zouden willen maken, er weer, er zit allemaal goud glitter op mijn vingers. Kan je dat zien als ik hem bij de camera hou, zo in het licht? Ja. Hier moet denk ik wel echt wat mee gebeuren. Weer wat erbij gedaan worden. Misschien met lijm mengen of zo. Maar op zich zo is het nu een beetje een flubbertje geworden. Die scheurt. Niet echt een super succes. Nou, nu ben ik benieuwd wat hiervan is geworden. Want vorige week was dit heel plakkerig. Plakkeriger dan ik wilde. Nu zitten er allemaal belletjes in. Wauw. Hij is trouwens onwijs mooi rood geworden. En oh, hij ruikt nu onwijs lekker. Weet je nog dat ik hier de kersenspul bij had gedaan? Hij is onwijs mooi geworden. Hij is nu echt fluffy. Veel fluffier dan vorige keer. Dit was witte lijmstick met scheerschuim. En vorige keer rook je de scheerschuim ontzettend. Maar die ruik ik nu dus helemaal niet meer. En toen ik hem open deed, kwam hier dus alleen maar kersengeur uit. En de kleur rood, zoals je ziet, is echt, nou ja, lijkt wel veel intenser geworden dan vorige keer. Hij geeft wel een beetje af, want mijn handen worden rood. Maar hij plakt totaal niet meer. Dat zei ik al vorige week. Dat als je dit gewoon even de tijd geeft, wordt hij echt mooi. En kijk dan, hij is echt mooi. Hij is natuurlijk maar een week oud. En die andere zijn weken oud. Maar, nou ja, er zit hier ook geen water in. Kijk, zulke handige bakjes van Ilias Delicatessen. Die krijg je als je daar wat tapenadesaus of dat soort dingen koopt. Maar deze is echt lekker nu. Hij is slap. Dus net zoals zeg maar zoals slijm wordt gegaan. Hij heeft totaal niet de stevigheid van putty. Hij is onwijs mooi glanzend. Ik vind hem echt een mooie kleur hebben. Mooiste rood tot nu toe. Hij scheurt niet. Ja, nu pas. Weet je, in het begin als je mee werkt. Alleen je moet even wat geduld hebben. Je moet hem maken. Even een dagje laten staan. Ja, dit was een week. Maar na een dag is hij dat ook al. Ik heb hem niet vorige week. Ik heb hem een paar dagen geleden ook nog getest. Om te kijken of ik wel gelijk had natuurlijk. Soms zeg ik natuurlijk maar wat, hè. Want dan komen jullie me altijd direct verbeteren als ik iets zeg. En zeg, nee, dat klopt niet. Maar deze, zoals je ziet, is echt mooi. Hij is echt goed gelukt. Ja. Dat was vet. Die is cool, daar ben ik blij mee. Deze is mooi stevig. Je ziet het alleen, hij is niet super plakkerig meer, dat hij mooi een geheel wordt. Deze wel. Deze was ook echt goed gelukt. Je ziet het, hij is weer transparant aan het worden. Mijn gouden slijm, nee, niet zo. Die niet zo. Maar nee, kijk, dit werkt natuurlijk nog wel. Hè. Het is alleen niet zo leuk om mee te spelen. Die is echt goed. Die kan je wel mooi mee spelen. Die is lekker rekbaar en sterk. En dit was mijn slijmt dit nog video. Nou, slijmt het nog? Het slijmt absoluut nog. Het is allemaal wel bruikbaar. Dit is wel weer te repareren door er gewoon even wat lensvloeistof bij te doen. Dan is hij weer wat stretchier. Alleen natuurlijk, ja, het is heel erg weinig. Maar dat wist ik toen ik dat zakje opendeed. Nou, ik zeg dankjewel voor het kijken. En een slijmt dit zondag of slijmt dit nog zondag. Even voor de verandering, wel slijm, maar niet maken. Tot de volgende keer. Doei doei!